Beste kijkers, goedendag. De dag is rustig begonnen in onze regio. Vrijwel windstil was het. Dat kan je heel goed zien op deze foto gemaakt in Rotterdam bij de koolhaven. Je ziet bijna geen rimpeltje hier in het water. Moet je kijken, die weerspiegeling van die gebouwen in het water. Echt een prachtig gezicht. Mooie foto gemaakt. Door Stuart Bootsma uit spijkenissen. Nou, ook de volgende foto mag er zijn gemaakt in Hellervoetsluis. Wat mistbankjes nog op de velden. Wat lage bewolking. Maar vanmiddag gewoon veel ruimte voor de zon. Heerlijk weer was het. En ook nog steeds weinig wind. Dat geldt trouwens ook voor vannacht. Dan is het rustig weer in onze regio. Er kan wel mist gaan ontstaan in de loop van de nacht. Dus toch eventjes opletten. Temperaturen landinwaarts dalen naar minimaal een graad of 11. Ja, dan morgen overdag, de dinsdag, echt een puiken nazomerdag. Er is veel ruimte voor de zon. Er gaan een paar vriendelijke stapelwolkjes ontstaan. Het blijft de hele dag droog en het is warm. Met temperaturen tussen 22 en lokaal 24 graden. Maar het zou best wel bijvoorbeeld in Oud-Beierland 25 graden kunnen worden. En in combinatie met weinig wind zal het daardoor extra warm aanvoelen. De dagen na morgen blijft het gewoon nazomeren in de regio. Woensdag tijdelijk wat meer bewolking, maar ook al ruimte voor de zon. Droog 18 graden, het wordt dus wel wat frisser. Donderdag nog een graad of 18. Maar daarna, vrijdag en zaterdag, gewoon lekker weer. Temperaturen een graad of 20. En daarbij zijn de perioden afgewisseld door enkele wolkenvelden. En in de nacht en ochtend bestaat de kans op mist. Overigens, na zaterdag gaat de temperatuur verder omhoog. Dus het ziet er voor de wereldhavendagen meer dan uitstekend uit. Nou, maakt u ook van dit soort hersachtige plaatjes met ja, zo'n vrij spinnenweb. Surft u dan naar weerfotorejmand.nl en er komen de foto's vanzelf onze kant op. Maak er nog een mooie dag van. Dat zal wel lukken met dat mooie weer. Heel graag tot morgen.